President Desiree Delano Bouterse heeft op 10 april jongstleden twee ambassadeurs beëdigd. Het gaat om de heer Ibu Jones, die is benoemd tot ambassadeur van de Republiek Guyana, en de heer Gardelito Hewaki, de niet-residerende ambassadeur van Suriname in Servië. Ambassadeur, ik lees op de overheidswebsite De Boodschap een citaat: ambassadeurswerk is geen cadeau. Wat moet ik daaronder verstaan? Het is geen cadeau, omdat het betekent dat er in dit geval meer werk, meer verantwoordelijkheid die bij komt kijken. En er wordt dan ook natuurlijk veel van je verwacht, wat je waar moet maken. Eén, ook geen cadeau, omdat zoals het ook direct ontkracht is, het is onbeschuldigd. Dus geen cadeau. Oké. Nou moeten de geloofsbrieven nog aangeboden worden. Wanneer is dat gepland? Voor eind mei. Mm-hmm. De exacte datum moet nog met de president van Servië worden afgestemd, maar rond eind mei ben ik aan die kant. Oké. Een heleboel mensen weten dat niet, maar wat is de procedure precies? Er wordt contact gemaakt met het land dat je de geloofsbrief wil aanbieden. Hoe werkt dat precies? Er wordt eerst gevraagd om agreement en dat is dus dat toestemming dat in dit geval Gardelito Hewaki de ambassadeur voor Suriname mag worden in Servië. En als dat is gebeurd, dan beëdigt de president, waarna dus dan de geloofsbrieven worden aangeboden in Servië. In principe is er geen verschil. Het zit eigenlijk in de naam, niet residerend en de ambassadeur die daar resideert. Maar als het gaat om het werk, blijf even keihard werken. Ja. Wat zijn de belangrijkste taken voor een ambassadeur? Nou, normaal voor de ambassadeur is dat je je land uitdraagt, vertegenwoordigt in het land. En in mijn geval heb ik daar ook wat specifieke taken, zoals dat ik me moet toespitsen op de handel, toerisme. Waarvoor ik me reeds heb hard gemaakt, maar dus verder ga, is dat er al wat studenten, Surinaamse studenten in Servië zijn. En we gaan natuurlijk voor continuering daarvan, maar ook uitbreiding, want nu zitten er alleen medische studenten. Maar Servië is een gigant als het gaat om ICT, landbouw en ook wat infrastructuur. Dus ik zal me hard maken dat ook die studenten, onze studenten die kant op kunnen voor die scholing. Daarnaast, ik zei al handel, er lopen al wat serven rond die onze exotic fruits opkopen en terugsturen naar hun thuisland, Servië in dit geval. Zoals ananas, dat zijn dingen die waar ze dol op zijn en moeilijk aan komen. Maar dat we dat soort dingen gaan formaliseren en gaan coördineren, goede, betere banen. Rijst komen ze ook moeilijk aan. Een paar dingen die ik noem even bij, dingen die ik uit het hoofd, waarvan ik weet dat ze dol op zijn, maar moeilijk aan komen en tegen hogere prijzen. En zoals ik het al eerder heb gezegd, waarom blijven kijken voor ons, als voor onze boeren, waarom blijven kijken naar bekende markten met soms drempels. Als er landen zijn als Servië met meer dan 7 miljoen inwoners, het is een mooie markt om te betreden, dus daar zal ik me dus hard voor maken. En ook eventueel versterking, dat heb ik eigenlijk al gezegd, voor onze landbouwers hier, dat eventueel hier en daar wat bijscholingen ook kunnen krijgen en direct samenwerken, want hoe mooi is het dat je niet alleen maar extra gaat planten, maar dat je ook direct een goede afzet voor hebt en een goede prijs. We zijn eigenlijk gewend om te kijken naar de, zoals u al zei, de bestaande relaties die we al hebben met de VS, andere landen. Maar Servië klinkt nog voor velen, denk ik, een beetje nieuw in de oren. Maar toch noemt u een heleboel mogelijkheden op. Zou het niet misschien verstandig zijn om de ambassade daar, een ambassade daar te hebben? Zou het niet vergemakkelijker en meer mogelijkheden kunnen creëren? Met de hedendaagse technologie is het ook mogelijk om het van hieruit te doen. En vandaar dat dat ook gekozen is. Wat ook gedaan is, is dat er ook vanwege de financiën die er niet echt, die moeilijk beschikbaar zijn nu. Dat je niet her en der weer overal ambassades gaat oprichten of openen. Dus vandaar dat
ik van hieruit zal opereren. Ja. Servië biedt heel wat mogelijkheden voor ons. Maar hoe staat het met die relatie zelf? Hoe beschrijft u het? Met Suriname natuurlijk. We zijn eigenlijk, begin de relatie met Servië bij het voormalig Joegoslavië, waar Suriname een goede band mee had. En ook vanwege de non-aligned movement. Daarna is dus Joegoslavië uit elkaar gegaan, het land. Er zijn een aantal republiekjes ontstaan waarvan dus... Maar Servië is dus de successor van Joegoslavië. Ja. En vandaar dat de diplomatieke betrekkingen altijd warm zijn gebleven. En vorig jaar, toen dus de minister van Buitenlandse Zaken hier geweest is, is dat een beetje verstevigd. En nu gaan we een stap verder. Want ik ben dus nu de ambassadeur naar Servië toe. En ze hebben ook beloofd heel binnenkort ook een ambassadeur naar Suriname toe te zenden. En mogelijk gaat die dus ook wel een ambassade in Suriname opzetten. Kort gezegd, goede relatie. Die relatie wordt alleen maar beter. Zoals ik al zei, ik blijf het benadrukken. Vaak wordt er gevraagd, maar wat hebben we aan Servië? Ja. Als je alleen al 15 studenten kan sturen met een full scholarship voor die zijn dus medische studenten, is dat al een heleboel. En daarna komt er sowieso nog meer. Ja. We kunnen niet over Servië praten, ambassadeur, en we praten niet over Flatacom, succesverhaal. Maar goed om erover te praten, het is het bedrijf dat de mogelijkheid heeft geboden dat wij de overstap hebben gemaakt naar ons welbekende EID nu. Ja. Zijn er naast die samenwerking die we hebben met Flatacom nog andere ICT-mogelijkheden voor ons land? Genoeg opleidingen, zei ik daarnet al. Het is een van de leading countries als het gaat om ICT, cryptology. Een van de landen die ook wordt geprezen om haar e-government initiatieven. En EID is als onderdeel van e-government initiatieven. Eigenlijk kan je bijna zeggen dat ze samen met Estonia bijna de eerste plaats delen wereldwijd. Estonia die promoot het wel veel meer. Maar heel, heel ver, dus vandaar dat ik me ook hard maak voor ICT-beurzen. Voor onze jongeren die eventueel daar interesse in hebben. Rond eind mei, zei u, gaat u de geloofsbrieven aanbieden. Maar we weten ook dat u in Suriname een zware taak te vervullen heeft. De coördinator e-government. Ja. Dat is niet een winkeltje bedienen. Dat is een heel netwerk waar de overheid op is aangesloten. Hoe combineert u beide werkzaamheden? Nou, het is nou makkelijk. Nogmaals, met die hedendaagse technologie. Bij e-government ben ik er niet alleen. Het is natuurlijk een coördinatschap. Er zijn nog meer mensen die daar helpen en ondersteunen. Het is net een directeursfunctie gekoppeld op het kabinet van de president. En ik ben niet de eerste niet-residerende ambassadeur in of voor Suriname, die ook zijn werk combineert met dat van het ambassadeurschap. Ik ben al veel in Servië voor ook mijn eigen studie, maar ook de projecten die gaande zijn, zoals EID. Dus voor mij is het makkelijk en voor de staat ook weer ook economisch in dat opzicht om dat te kunnen combineren. Ik vroeg me even af, ambassadeur, toen u werd benaderd voor deze hoge functie, wat ging er in u om? Had u bedenktijd nodig? Nee, niet echt, omdat ik dacht, dit is eigenlijk het formaliseren van hetgeen dat ik al doe achter de schermen. Dus natuurlijk toch wel een eer om het te mogen doen. Zoals ik al zei, er komt wat extra druk op je schouder. Men gaat meer van je verwachten, maar ik zal de taak, I will do the job. Ja. Ik wil het even benadrukken, mensen geloven het niet, maar onbezorgd
Onbezoldigd het werk doen, kan dat? Ja, het kan. Ik bedoel, als je hart hebt voor je land. Ja. Ik zeg niet dat ik niet werk voor geld. Zoals ik al eerder zei, ik ben de e-government coördinator. Dat is een directeursfunctie. Gekoppeld aan directeursfunctie op het kabinet van de president. En achter de schermen was ik al bezig met de relatie met Servië. Dus toen er gevraagd werd, heb ik natuurlijk direct ja gezegd. En ik zeg, laten we wat mooie dingen voor ons land beginnen te doen. Omdat als ons land er beter van wordt, worden we automatisch ook beter van met ja. z'n allen. Vaak kijken we dus naar wat heeft Suriname te halen in zo'n bilaterale samenwerking. Ja. U noemde eigenlijk wat punten, maar om hem even te benadrukken, wat heeft Servië aan Suriname? Servië kan aan Suriname, als wij dus invulling gaan geven aan dat stukje met de landbouw, hebben ze dus goedkoper, kunnen ze goedkoper hun fruit, hun groente halen. Op dit moment, ze zijn zelf ook een groot landbouwland, maar net als ik eerder zei, exotic fruits zoals ze die noemen, papaya, ananas, die moeten ze zelf importeren uit een ander Europees land. Waarom niet rechtstreeks die brug slaan, waardoor zij het goedkoper kunnen halen, maar wij ook meer kunnen verdienen, omdat dus die tussenhandelaar er eventueel niet is. Zij gaan ook, de Serven, die, als ze op vakantie gaan, is het ook steeds naar een beach. En het wordt ook voor hun, zoals ik de meeste heb horen zeggen, een beetje saai. Dus ons tropisch oerwoud is ook een mogelijkheid voor hun waarbij zij ontspanning kunnen komen halen en wij wat extra verdienen. Ja. Nou, ambassadeur, u staat aan de vooravond van uw vertrek naar Servië. Lijkt mij een mooie uitdaging hoor, persoonlijk. Tot slot, wat heeft u ons nog te vertellen wat betreft deze warme relatie, zal ik zeggen, tussen Suriname en Servië? Nou, zoals ik al eerder heb gezegd, we gaan voor het verder uitdiepen van die relatie. Natuurlijk kijken naar om het maximale voor Suriname eruit te halen. En mijn main focus, hoewel er meer factoren zijn waarmee ik rekening zou moeten houden, mijn main focus zal zijn op education. Dus ICT-onderwijs, landbouw en dat van de artsen voor continuering daarvan, dat we hopelijk jaarlijks meer studenten mogen sturen. Daar zal ik me hard voor maken. Dank u wel en succes in Servië straks. Dank u wel. Beste kijkers, we hebben dit gesprek gehad met de niet-residerende ambassadeur van ons land in Servië, de heer Gardelito Hewaki. En met hem hebben we even luchtig gesproken over de samenwerking tussen ons land en Servië en natuurlijk de plannen die er zijn voor de toekomst. Bedankt voor uw aandacht en tot een volgende keer.